Ja, je geniet normaal altijd van hem, maar hier, Jack van den Berg. Jack, met de gefeliciteerd. Medaille om. Nou, heel hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zo, wanneer vloog die spanning van je af? Nou, die zit er volgens mij nog wel een beetje in. Dus, op het einde word je natuurlijk steeds zenuwachtiger. En we hadden voor een tactiek gekozen. Beetje Italiaans? Ja, inderdaad. In de rust gaven we nog aan van dit niet goed, dat niet goed. Maar een Italiaanse trainer had gezegd, jongens, gaat fantastisch, want zoveel kansen hebben ze niet gehad. En wij staan dan nog te zeuren dat er iets niet goed gaat. Het hoort er ook wel bij. Maar voor gekozen, een paar keer geslacht de laatste wedstrijden om in te zakken. Kozakkenboos heeft daar ook een hekel aan, om het spel te maken. Ja, begrijp ik, ga je toch verder teruglopen als de bedoeling is. Ja, en dan moet je mazzel hebben dat hij niet goed valt. Dan gaat hij nog een keer buitenkant paal. Maar hij is binnen. Ik bedoel, jullie hebben er een jaar lang voor gewerkt. Jij een kleine 5 maanden, denk ik. Nog niet eens. Nou, laten we dan naar Patrick gaan. Ja, hoe bijzonder is deze titel na zo'n bizar seizoen? Ja, die is natuurlijk wel heel bijzonder. Als je weet wat je allemaal meegemaakt, hoef je niet te halen. Maar dat weten jullie ook allemaal. En dan moet je de kopje zo recht houden met z'n allen. En dat hebben we ook wel gedaan. Alleen ja, we hebben toch met heel veel teleurstellingen te maken gehad. En dan kun je het vorige week afmaken. En dan loop je steeds eigenlijk achter Kozakkenboys aan. Want ja, dat hoor je bij treffen zoals ze hebben verloren. Dan moet je zelf winnen, dan verlies je zelf. Dus Remen gaat ook bij de jongens in de kopje zitten. En dat hebben we gelukkig wel vandaag heel goed recht kunnen trekken. We hebben gezegd van jongens, ja, we hebben een paar kansen gehad, maar dit is echt de laatste kans. En nu is het alles of helemaal niks. En dan sta je het hele jaar bovenaan en de laatste dag ga je onderuit. Ik zit te rekenen hoeveel punten Danny jij nog nodig hebt. Wie? Danny Buis, die had een gemiddelde van. Danny Buis had dat niet gehoord? Volgens mij de laatste 20 wedstrijden 50 punten gehaald. Ja, nou ja. De laatste 20 wedstrijden volgens mij 51. De laatste 13 wedstrijden had hij minder punten gehaald dan wij. Ja. Maar goed, wij gaan het hebben over jullie natuurlijk, want het is gelukt. Nou ja, Jack nam het op een gegeven moment over. Ja, en dan, want wat voor ploeg tref je op dat moment aan? Het Manchester City van de tweede divisie was het, hè? Nou, ja, weet je, ik wil daar niet over zeuren. Maar het was in de laatste 10 wedstrijden had Katwijk, de laatste 10-11 wedstrijden, had Katwijk ook toen 3 of 4 keer verloren. Dus het was toen al ietsje minder. En dan op man. Sowieso is iets midden in het seizoen instappen is gewoon heel lastig. Je hebt minder binding met je spelers. Dus als je minder binding met je spelers hebt, heb je minder invloed op je spelers. En dan, die spelers, je staat wel bovenaan. Dus ze houden van hun trainer. Dan kom jij daar als nieuwe trainer. Dan moet je daar een praatje gaan maken. Nou, ik ben wel zo'n type die dan overal van die wolkjes ziet, van wat ze denken natuurlijk. Ja, dat is niet ideaal. Wat is het verschil tussen Dick Schreuder en Jack van den Berg? Nou ja, Dick Schreuder zit nog aan ze, die ken je zelf ook heel goed. Die zit nog aan het begin van zijn loopbaan en die is zich zo gedreven en die is verbaal zo aanwezig. En ja, en Jack is de ervaren man, die is al 60 bijna, zou ik niet zeggen trouwens. Maar die is dan wat rustiger. Alleen ik denk wel dat de jongens dat verbale activiteit nodig hebben. En dat, nou ja, dan, of ik dat dan doe, Johan of Jack. En Jack komt in met tactisch gedeeld tijdens in de kleedkamer. Ja, en dan moeten wij af en toe gewoon op veld doen. Dan moet je eerst elkaar af en daar ben je assistent voor en daar sta je voor elkaar voor klaar. En dat gaat met hunne bedden op jullie rug deze kant op, hè, vandaag. Dat wel, maar we hebben niet zo heel veel tijd meer, dus we willen heel graag nog even zien wat voor shirt jij in je handen hebt. Ik ben me aantrekken eigenlijk. Ja, maar bij dat rode haar staat dat niet geweldig hoor, jongens. Als je kampioen bent, staat alles. Trainer. Ja, mooi toch? Ja, dat is Sander. Ja. Heel mooi. En ook zeker zijn ouders. Als je dan ziet, dat is natuurlijk fantastische vader die schaal uit mag reiken. En dat doet wel netjes. Zijn vader heeft de schaal. Ik heb met die jongen gevoetbald, ook kampioen van Nederland geworden in 2000 en heel veel dingen met hem meegemaakt. En nu kwam ik erbij als assistent trainer en hij na Karim Hartje, waar ik ook nog mee gevoetbald heb als teammanager. Ja, en als je het dan meemaakt is het bizar en ja, dit is ook gewoon voor hem en zijn ouders en de rest van zijn familie gewoon fantastisch. Het is prachtig inderdaad. Nu gaan jullie gauw naar Katwijk en daar gaan jullie nog een rondrit maken en gehuldigd worden. Dik feest. Ja, ik heb wat foto's gezien en filmpjes van het feest van 3-4 jaar geleden. Dat was geweldig. Ja, je hebt wel gezien in Katwijk kunnen ze wel feesten. Ze hele nee, denk ik ook niet. En een hele emotionele club. En dat is ook wel. Dat is soms wat lastig en soms wat zwaar. Maar het is ook wel heel erg mooi. Jullie gaan niet zaniken zoals Henk de Jong. Die zegt van het was een hele slechte wedstrijd, de kampioenswedstrijd. Kun jij het verrotten, toch? Het heeft me helemaal hard gekost, dat wel. Maar dat interesseert me helemaal niks. Je hart is naar de galamie. Ja, dat sowieso. Maar dat denk ik wel weer goed vanavond. Ja, ik heb daar wel een beetje moeite mee soms, Hans, maar dat is... Schrijf uit, wel zeker. Nou, hartstikke bedankt en geniet ervan. Ja, gefeliciteerd, Katwijk. Ja.